Ding, ding. In een gezonde relatie delen mensen lief en leed met elkaar. Soms gaat het nog verder en is er ook nog eens een gezamenlijke hobby. Bij het echtpaar Chris en Maika Overgouw is het in de loop der tijd uitgegroeid tot een muzikaal project waarmee ze wereldwijd mensen weten te raken en ontroeren. Ik ben er heel trots op om deze mondharmonica te kunnen laten zien, want het was de eerste die ik van mijn broer Dick kreeg toen ik 9 jaar was. En op een gegeven moment, kom je in een andere fase van je leven. Als er dan mijn eerste kind, zeg maar, wordt geboren, mijn dochter. Toen dacht ik, ja, ik wil heel graag liedjes voor haar spelen. En wat liet u toen horen? Zal ik het eens proberen? Het is heel lang geleden. Waren ze er blij mee? Mijn dochter vond het mooi, maar mijn zoon vond het helemaal niks. Toen ontdekte ik de chromatische mondharmonica. Ik kan dan ook mijn songs die ik opdraag aan mijn kleinkinderen, kan ik op YouTube zetten met Maika, met mijn vrouw. En welke techniek hanteert u? Nou, dat doe ik met een zogenaamd greenscreen. Dat is een groen laken. Wat ik dan opneem op de videoclip. En met dat groene laken kan ik dus beelden achter Chris monteren. Dat het net lijkt alsof hij in een hele andere omgeving zit. Dat uitvloeien, hè? Prachtig. Hij is nog niet helemaal technisch perfect zoals ik hem zou willen, maar goed. Wat is er niet goed aan? Ieder begin is moeilijk. Wat je bijvoorbeeld in je bril kunt zien, is dat hij af en toe als je bril reflecteert, dat dan het achtergrondbeeld in je brillenglazen staat. Dit nummer is You Raise Me Up. En dit nummer vond ik zo mooi en dat heeft hij toen speciaal aan mij opgedragen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En heeft die titel ook met u samen te maken? Ja, dat staat eigenlijk... Ik zet hem even zachter, want anders ben ik niet te verstaan. Dat staat symbool voor onze relatie, want wij hebben elkaar leren kennen. Nu zo'n kleine 20 jaar geleden in het ziekenhuis. En bij mij was net mijn blinde darm verwijderd. En Chris was aan zijn rug geopereerd. En Chris, rookverslaafd als die was, kwam regelmatig langs om naar de rookkamer te gaan. Dus ik had hem al een paar keer heen en weer zien lopen. En ik denk, nou ja, goed, ik ga maar eens een praatje maken. Ja, ja. En van het een kwam het ander en ik ben eigenlijk niet meer weg geweest. Want hoeveel scheelt u? 28 jaar. Ik ben altijd jaloers op Maika, want ik krijg ook heel vaak te horen. Ja, Chris, een prachtige clip, dankjewel. Dan denk ik, hoe zit het met mijn muziek, met mijn mondharmonica muziek? Ik doe ook nog mee, weet u. Maar ik vind het geweldig voor haar dat haar clips zo worden gewaardeerd. Ja, maar zonder jouw muziek zou het ook nergens zijn, dus het is wel echt iets van samen. De video die we op gaan nemen, die dragen we op aan een zoon van een YouTube-vriendin van ons. En die is helaas op 21-jarige leeftijd overleden. En daar is het volgende nummer voor, Red Wine van UB40. Je moet me eerst even helpen met het gordijn. Dat moet naar voren. Moet die nog hoger? Nee, zo is die goed. Ja.
mij mag die. Oké. Okay. Stop maar, niet goed. Wat gaat er steeds mis? Nou, ik speelde een noot en die begon te trillen. Trrr. Dit wordt hem. Is dat mooi of is dat niet mooi? Ja, die is goed. Deze nemen we. Goed gedaan. Dankjewel.